Felheid, dat was waarschijnlijk het strijdplan vandaag. Was Ramon DW misschien iets te fel? Ja. Ja, het was niet zo handig om op die plek op het veld zo'n tackle in te zetten. Met wel de intentie om de bal te raken, maar met twee benen vooruit en een terechte rode kaart. Dus niet zo handig. Waar ligt dat dan aan? Ja, dat weet je nooit. Je kunt nooit in de gedachten van een speler kijken. En, hij was gretig en hij wilde zich bewijzen. Tijd niet gespeeld. En het is jammer, want ik denk dat de eerste 12 of 13 minuten dat wij het uitstekend hebben gedaan. Dat de manier waarop we wilden spelen, dat dat tot uitdrukking kwam. En dat wij ook op dat moment 3 corners krijgen. En ja, voor mijn gevoel zaten we hartstikke goed in de wedstrijd. Kansjes van Sherry ook nog? Wat zeg je? Kansen van Sherry ook? Ja, ook. En dan is het jammer dat door één zo'n moment dat je, denk ik, de wedstrijd vergooit. Ja, ik sprak hem net aan Molle mee en zei, ja, wat heeft de trainer af en toe tegen jou gezegd? Hij zei, zonde. Maar waren dat jouw woorden? Ja, dat waren mijn woorden. Omdat ik Ramon ken als iemand die niet te pas en te onpas onbesuiste tackles maakt. Dus kijk, hij weet als geen ander dat het niet handig is. Dus ja, dan heeft het voor mij als trainer niet zo heel veel nut om een veeg uit de pan te geven. Hij weet het. Ik heb ook in de rust gezegd dat het stom was. Maar ja, het is niet anders. We moeten verder. Okay. Wat voor gevoel had je nou aan deze wedstrijd? Ja, gewoon een teleurstellend gevoel. Omdat je, ondanks dat je weet dat je wederom weer moet improviseren met al je spelers. Je mist er weer 6 vandaag. En ja, dan hebben we toch een ploeg neergezet. Hebben we er even een hele week op getraind die het Ajax. Waarin wij toch steeds kansen zagen. En we zijn met de punt naar voren gaan spelen. Veel pressie erop. En dat zie je het eerste kwartier terug. Dus ja, frustrerend vind ik dat we niet dat we het niet de hele wedstrijd met 11 man tegen 11 hebben kunnen spelen. Want dan had ik het nog wel eens willen zien. Toch denk ik, als je hier met 4-0 verliest en je ziet na 10 minuten die rode kaart, Ajax geeft gelukkig dan ook niet helemaal vol gas ook. Jullie hebben het ook wel redelijk staan, behalve het kleine foutje natuurlijk van de toko, een foutje. Ja. Dus het is wel eigenlijk nog wel een prettig, nou ja, het is nooit leuk om 4-0 te verliezen, maar het is ook geen hele onprettige uitslag. Nee, kijk, je houdt op een gegeven moment natuurlijk je hart vast, omdat je komt al vrij snel 1-0 achter na die rode kaart. Nou, daarna krijg je een aantal hele grote kansen. Uiteindelijk is het maar 1-0 bij rust. Nou, de rust ook aangegeven. We gaan in ieder geval het zo moeilijk mogelijk maken. We houden het spel compact. We houden lang de 1-0 en, daarna gaan we schakelen. En op het moment dat we willen schakelen met John en Wesley, valt die 2-0 die eigenlijk uit het niets. En ja, dat is dan op dat moment is het breakpoint van de wedstrijd. Is dat nog een winstpunt dat Verhoek invalt? Ja, zeker. Want Wesley heeft keihard gewerkt om bij deze wedstrijd te zijn. Kon er jammer genoeg niet starten. Maar heeft in ieder geval weer goed dat hij weer minuten heeft gemaakt. Gaat de winterstop nog wat spectaculairs opleveren? Ik hoop het niet. Ik hoop nou eens een rustige periode te krijgen. Want zo'n periode als we in de zomer hebben gehad, brengt heel veel onrust. En ik hoop dat het deze keer dat ze alles bij ons houden. Het klinkt heel raar om na 4-0 overwinning terug te kijken op het eerste, zeg maar, de eerste seizoenshelft. Maar wat is jou het meest opgevallen? Nou, het meest opgevallen vind ik dat we eigenlijk pas de laatste 2 wedstrijden complimenten krijgen. Dat er allerlei vergelijkingen worden gedaan met vorig jaar. En dat we het toch wel aardig doen, dat vind ik opvallend. Want we zijn vandaag 1 met iedereen keihard bezig. Veel belangrijke spelers zijn vertrokken. Je hebt zelf ook veel kritiek gekregen? Zelf ook veel kritiek gekregen. En dat is jammer, omdat je met z'n allen aan een missie bezig bent om deze club naar het linkerrijtje te krijgen. En er horen ook bij dat je na een geweldig seizoen dat het wat minder wordt. En zeker als je een hoop belangrijke spelers kwijtraakt. Onnodige rode kaarten gehad, veel blessures gehad. En zeker op het laatst. En dan al met al denk ik dat we met 21 punten dat we het tot nu toe zeker gezien de mogelijkheden uitstekend gedaan hebben. Dus toch wel redelijk tevreden met de kerst? Nou ja, ik ga redelijk tevreden de kerst in. En het had mooier gekund, maar het is niet anders.